Voor de eerste wereldbekerwedstrijd selecteerde bondscoach Erik de Vlaming Bart Welles, Mario de Klerk, Erwin Vervecke en de jongeren Tom van Oppen en Bjorn Rondelet. De sterk rijdende Peter van Sandvliet viel uit de boot. In de eerste ronde al gaat Groenendaal voluit. Tom van Oppen is tweede, de andere Belgen zijn minder goed gestart. Wereldkampioen Groenendaal rijdt snel weg van zijn concurrenten en vergroot zijn voorsprong. Welles en de Klerk zijn tweede en derde op 1 minuut van de onklopbare Groenendaal. Italiaans kampioen Pontoni en Tom van Oppen strijden voor de vierde plaats. Richard Groenendaal stapelt ereplaatsen op in de A-crossen, maar in de superprestige en de wereldbeker steekt hij er met kop en schouders bovenuit. Vandaag zijn de ereplaatsen voor de Belgen. Welles is tweede, de Klerk derde, Van Oppen vijfde, Vervecke zesde en Rondelet negende.